Waar bevindt zich de eerste kandidaat in een televisiestudio? Zoals gezegd, de eerste kandidaten in een televisiestudio. Een soort van Aalsmeer, Hilversum, maar dan weer anders. Want je komt hier niet vandaan oorspronkelijk, hè? Vertel even wie je bent en waar je vandaan komt. Dat wil ik graag weten. Ik kom uit Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije, yes. En ik heet Terezia Pekarikova. De achternaam was maar even... Pekarikova. Ja, precies. Dus zeg maar de boer, maar dan op zijn zeggies, hè? Hey, en je bent daar televisiepresentatrice, dat ons heb ik vernomen. Je hebt ook een prijs gewonnen, hè? Ja. Het is prachtig, een gouden... camera. Wat, een wat? Gouden camera. Is het een Tsjechische camera? Ja, dat is die. Ja. Mooi. Dit is het doosje wat er in zat en zo. Dat wil je er ook graag bij hebben, want daar staat het op, hè, Tsjechisch. Ik ken één woord, Tsjechisch, en dat is Skoda. Ja. En weet je wat bedoelen? Ik weet wat de bedoeling is. Ja. Ik weet het, want het heet, dat betekent jammer. Ja. Skoda, jammer. Nou, als je die auto ziet rijden, moet je er inderdaad aan denken, hè? Ja. Vind ik wel. Hé, hey, hoor eens. Wat ons nou zo aardig leek, is dat je even... Want je bent heel populair in Tsjechoslowakije, hè? Niet zo populair als jij. Nee, niet zo populair, natuurlijk niet zo populair als ik, maar toch wel heel populair, of niet? Wat een onzin. Nee, maar ik heb me geïnformeerd en er zijn een soort van populaire serie werkzaam mee. Een soort van, zou je zeggen, Tsjechisch A of zo, zoiets, hè? Of zoiets. En dan vind ik ze leuk, als je nou even zo vindt, we zijn om... Dit is zogenaamde tv, moderne tv. Dan zetten we hier die camera, dat we hier even in beeld nemen. Prachtig, hè, zo'n ding. En dat je dan even in het Tsjechisch iets zegt en dan ben ik even regisseur. De regisseur die zit allemaal altijd en die doen voor de rest geen moer. Dat leek me. En dan eventjes in het Tsjechisch. Zou dat kunnen? Vind ik leuk. Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás tentokrát z holandského televizního studia, kde práve prebieha jedna z najpopulárnejších súťaží domácich pod názvom Soundmix Show. Prajem vám spoločne s Hany Hausmanom príjemnú zábavu. Ach, geen wonder dat jij de gouden kamer hebt gewonnen, want voortreffelijk. Ik heb er niks van verstaan, maar was heel aardig, hè? Toch? Ja, bedankt. Ja. Hey, we gaan naar de wonderwand. Er zijn ook wat reacties op gekomen. De wonderwand, dat is iets heel bijzonders. Dat is echt bijzonder. En dan moet je in gaan staan en dan moet je zeggen wat je wil, hè? Dat is, zeg maar, wat we bedacht hadden. Ga er even in staan. Zeg maar wie je wil nagaan doen. Ik wil graag Edith Piaf doen. Edith Piaf? Ja. Ja, dat kan. En dat heb ik nodig. Zwarte jurk. Zwarte jurk, ja. Zwarte schoenen. Schoentjes. Beetje donker haar. Een beetje donker haar. Korte. Ja. Krulletje. Ja, en iets kleiner. En een beetje kleiner? Ja. Oh ja. Dus een Joop van den Ende productie, die maakt jou wel een kopje kleiner. Echt waar? Ja. Kom maar af. Hey, daar ga je. Ben je er klaar voor? Ja. Okay. Ja? Daar gaat hij. Edith Piaf. Avec l'autre mono, balayé pour toujours.
Merci beaucoup. Leuk. Vertederend moment. Dat is je dochter, hè? Ja, dat is mijn dochter. Ja. Een Tsjechische die in Holland is, die op Frans zingt. Beoordeeld door een Engelsman, Barry Stevens. Hij is live gezongen. Een heel moeilijke keus. Ik vind dat ze het voortreffelijk gedaan heeft. Ik heb misschien een gevoel dat ze nu dan het levensleed had misschien iets sterker kunnen uitkomen. Maar ik vind het subliem gedaan. En uw dochter heeft het al gezegd. Wat een prachtige woorden van Barry Stevens. Dankjewel, Edith Piaf. En waar bevindt zich de tweede